Ouderen staan momenteel nogal in de belangstelling door alles wat er rondom de zorg gaande is. En behalve het zorgen is welzijn zeer zeker ook een hele goede factor om bij stil te staan. Nou, we hebben getracht om jong en oud samen te brengen door het Care & Culture Corps. Dus cliënten van de locatie en kinderen van de basisschool, in dit geval groep 6. Dat brengt ook hele mooie verhalen samen. Als je ziet wat ouderen en jongeren gemeen hebben, na de eerste repetitie bleek dat dat gigantisch was. Zo'n mooie interactie, je ziet alleen maar blije gezichten. We hebben ook een eindpresentatie, want we werken dus ook ergens naartoe. En bij de eindpresentatie gaan we dus een aantal liederen apart zingen, wat de cliënten zingen. De kinderen van de basisschool gaan liedjes vanuit hun repertoire, bijvoorbeeld uit Kinder voor Kinderen zingen. We hebben een aantal liederen die we samen gaan brengen, waar de overeenkomsten uit blijken. Je maakte door de verhalen dat de kinderen zeiden van goh, het lijkt ons zo leuk om eens een keer te ruilen. Dat de ouderen, een aantal ouders bij ons eens een ochtend of een uurtje mee komen lopen op school. Of zelfs tot hilariteit in de klas komen zitten. En dat wij eens een dagdeel hier in dit mooie gebouw mogen kijken. Zo'n project kan natuurlijk niet zonder donaties. Dus dit mooie project is tot stand gekomen door donaties aan het Sevagram Verwenzorg.